Okay. Nou, het laatste studie vandaag, daar is het onderwerp waarom iedereen Gods woord kan begrijpen en gehoorzamen. Want, heel veel van het christendom, die begrijpt het niet en probeert te gehoorzamen, maar kunnen het niet gehoorzamen. Ja? Omdat, dat heeft een aantal oorzaken. En daar wil ik met jullie even over gaan praten. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag, dat we hier bij elkaar zitten, dat uw woord centraal staat, Vader, en dat we zo'n bijzondere dag hebben met elkaar. En daar zijn we dankbaar voor, Vader. We danken u voor het bloed wat gevloeid heeft, voor vergeving van onze zonden. Dat we geest hebben, Vader, en die ons ook licht kan geven op het woord. En daar vragen we ook om, Vader, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, de Bijbel is dus niet alleen voor de zogenaamde geestelijken, die het allemaal weten, en de leken zitten in de stoelen, en die moeten het van die persoon horen en leren. Omdat jullie of wij, die in de stoel zitten, niet slim genoeg zijn. Of misschien, hè, Jaap zei het ook al, je denkt, nou ja, die weten het. Dus je stelt je compleet afhankelijk op. Ik heb dat vroeger ook al gedaan. Toen ik net tot geloof was gekomen, toen ging ik ook naar een bijbelstudie. Nou, ik vond het echt geweldig. Dat hoorde je nergens. Dat werd ook gezegd. En dacht ik, nee, ik hoor het ook nergens. Ik vind het geweldig. En ja, op een gegeven moment, toen was er iemand die ging kritische vragen aan die leraar stellen. En ik was helemaal geschokt. Ik dacht, hoe durf je dat te vragen, man? Je brengt hem in verlegenheid. Hij zat ook een keer van, ja, Toen dacht ik, oh. Mijn leraar, die stottert, dat kan toch niet, die weet het. Ja? Maar nee, het is de Bijbel ten eerste in zijn algemeenheid is niet door ons eigen verstand te begrijpen. En ook alleen niet met onze eigen geest alleen. En ook niet door een vertaling die makkelijker is. We hebben het eerste gedeelte over vertalingen gehad. En er zijn heel veel vertalingen en die, nou, het wijkt af. Daarna worden ze allemaal, gaan ze allemaal naar de mens toe. De mens komt steeds meer centraal staan. En de godheid van Christus en God zelf, dat wordt allemaal wegvertaald en eruit gelaten. Maar daardoor ga je de Bijbel, ook al is die makkelijker, ga je de Bijbel ook niet beter begrijpen. Dat denkt men soms en daarom gaan ze het ook makkelijker vertalen, omdat men snapt het niet. Nee, dat klopt. Dit is ook een sleutel. Jaap noemde het ook al, de sleutel. Die moet je hebben. En het heeft ook niet te maken dat je een heel hoog IQ gehad hebt. Dat je de Bijbel kan begrijpen. Want ja, dat is natuurlijk wat vaak mensen denken. Ja, waar heb jij het geleerd? Waar heb jij gestudeerd? Wat is jouw titel? En dat soort dingen. Waar is jouw opleiding geweest? Als je dat niet hebt, ja, dus als jij zegt van ja, ik lees de Bijbel. Dat heeft eigenlijk niet genoeg gezag voor mensen. Ja, je leest de Bijbel, ja, dat en zo wat. Je bent toch eigenlijk, wie ben je nou eigenlijk helemaal? Ja? Maar wat ik nou zeg, ga met mij even naar Colossenzen 1, vers 9 en 10. Paulus zegt daar iets tegen ons. En dat is ook zijn gebed. En dan zegt hij daar, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. En dat zegt hij tegen wie? Dat zegt hij tegen de gelovigen in de gemeente te Colosse. En dat is net zo gemeente als wij, zeg maar. Allemaal verschillend van afkomst, achtergrond, milieu, opvoeding, verstand, slimheid, domheid, noem het allemaal op. Allemaal door elkaar heen, dat zit daar gewoon. En hij bidt voor hun dat zij mogen vervuld worden met die kennis. Dus iedereen is in staat om kennis in zijn wil te krijgen. En in alle wijsheid. En een geestelijk verstand. Dat is voor iedereen weggelegd. De geestelijke is geen titel. Hè? En leken. Nee, geestelijk is iemand die de Bijbel wil lezen. God wil geloven op zijn woord. En dat is het. En dat is dus voor iedereen. En als je mee naar 1 Korinthe 1 gaat, dan denk je bij jezelf, ja, waarom kan nou de knapste kop in deze wereld, de slimste mens, intelligente mensen, hoog IQ gehalte. Waarom kunnen die de Bijbel dan niet begrijpen? Terwijl de Korintiërs, 1 Korinthe 1, vers 26 wel.
Want wat zegt Paulus daar? Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt. Het is niet allemaal gestudeerden die er zitten. Naar het vlees, ja? Niet vele machtigen. Niet vele edelen. Nee. De Corinthiërs, ik werk ook nog eens bij rijke mensen. En ja, nou, ik zeg het niet, maar de Bijbel zegt dat die zijn hoogmoedig. Die hebben hun rijkdom. En ja, nou ja, ik weet niet. Ja, ik ben rijk in de Heer, maar hier zitten volgens mij geen miljonairs. Ja? Maar die zie je ook niet zo gauw dat die het evangelie aannemen. Want ja, dan moet je ook bij zo'n zielig clubje gaan zitten. Ja? Ja, en ze hebben allemaal hun eigen kring met allemaal kennissen, allemaal uit die wereld. Ja? En dit is natuurlijk dwaas. Het is het dwaze van de wereld. Maar dat heeft God juist uitverkoren. Ja? Dus ja, dat vind ik dan zo mooi. Dus ze kunnen het ook niet begrijpen, maar kijk hier, zij kunnen het wel begrijpen. Zij zijn wel wijs in Gods ogen. En in de wereld zijn ze dwaas. Het heeft niks met je verstand te maken. Nee, absoluut niet. Dat de mensen het niet kunnen begrijpen, heeft heel eenvoudig te maken. Dat, zoals Efeze 2 vers 1, jij las het al, we gaan er even heen. Dat de mensen zijn dood in hun zonde. En dan hebben zij dus alleen zichzelf, hun eigen geest. En dan zegt Paulus, hij heeft u medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaad en de zonde. Dat zegt hij tegen levende mensen. Dat betekent dat in Gods ogen zijn ze dood, ze hebben geen gemeenschap met God. Ze hebben geen contact met God. En daardoor kunnen zij zijn woorden niet verstaan, zoals hier in de Bijbel staat. Ja, ze kunnen ze horen en je kan het tegen ze vertellen. Maar ik heb het wel eens vaker geprobeerd met iemand, probeer ik het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Maar ja, als je Gods geest niet hebt, dan kan je zeggen, praat wat je wil. Begrijpen doet hij niet. Ze zijn vervreemd, kijk in Efeze 4 vers 18... Dan noemt hij de heidenen verduisterd in het verstand. Zie je? Verduisterd. Dus je begrip, de dingen waarmee je dingen verstaat, hè? Begrijpt. Hè? Dat is verduisterd. Dat wil zeggen, er zit geen licht van het woord in. Dus jouw geest, jouw verstand is duister. Het is vervreemd van het leven van God. Je mist het leven van God. Door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten. Dat is de situatie. En dat is wat ze hebben. De mens is geboren met een geest. Dat heeft hij. Ieder mens heeft een geest. Geest, ziel, lichaam. En ze hebben een verstand. Zo worden allemaal geboren. Maar dat is wel in deze situatie. Hans las het nog uit Romeinen 8. Ja? De mens kan met zijn eigen, het vlees, kan die de wet van God niet gehoorzamen. Hij kan het ook niet, al wil hij het nog zo graag. Waarom niet? Omdat hij Gods geest niet heeft. Dat is de situatie die hij heeft. En de Corinthiërs, die hadden Gods geest. 1 Korinthe 2, daar zaten we net. Dan zegt hij, wij hebben de geest. Wat hebben wij niet ontvangen? De geest van de wereld. Maar de geest die van God is. Waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die van God aan ons geschonken zijn. Dus het is al geschonken. Het is allemaal aan ons gegeven. Nou, net zoals jij zei, ik wist het allemaal niet. Jij wist toen niet wat je allemaal had. Maar je had het wel. Ja? En dat is met ons ook zo. Wij moeten Gods geest hebben. Dan kunnen we nu die woorden uit de Bijbel, dat zijn ook de woorden van de Heilige Geest. Dan gaan we dus begrijpen wat wij hebben ontvangen. En dat heeft de mens nodig, Gods geest. Ja? Dus de oplossing is dat je de Bijbel gaat begrijpen. Begin natuurlijk, want dat is het onderwerp. Hè? Waarom kan iedereen Gods woord begrijpen? Kijk, als je ongelooflijk bent, kan het niet. Maar daarom krijg je ook Gods geest. Ja? De oplossing is de Heilige Geest ontvangen voor de redding. Dat is punt 1. En punt 2 heb je ook nodig voor de communicatie met God. Met God te kunnen praten. Christendom is zo geweldig. Als je ziet wat die aan nou, tienduizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen liederen gemaakt hebben. Uit dankbaarheid, over hun verlossing zingende. Er zijn er zo, wij hebben een bundel zitten naar 160 in. Maar er zijn er zoveel meer, zoveel mooie liedjes nog. Maar als je kijkt naar andere religies, wat hebben die? Islam heeft volgens mij helemaal geen liedjes. Ja, wat kan je nou zingen over jouw God als je hem persoonlijk niet kent? Ja, hoe kan je nou dankbaar zijn als je niet weet dat zoals wij dat kennen, wat wij hebben al ontvangen? Maar het christendom heeft dat wel. Dat is bijzonders, ja, vind ik altijd. Dus ja, het communiceren en het uiten daarvan, omdat je kent jouw Heer en Heiland.
Je kan met hem communiceren, je kan met hem praten, bidden en je luistert naar hem door het woord. Dat kan nu omdat je hebt Gods geest ontvangen. Nou, dus op het moment dat wij gingen geloven, is er iets gebeurd. Gods geest kwam in mij wonen. En op dat moment ben ik besneden in hem. Dat is een geestelijke handeling, hè? Nou, Hans heeft het over de besnijdenis gehad. Een geestelijke besnijdenis. De geest is in mij komen wonen. De inwonende Heilige Geest. Ik ben door de geest gedoopt in een lichaam. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ik ben levend gemaakt met hem. Dat is allemaal door Gods geest in die ene split second dat ik tot geloof ben gekomen. En op dat moment ben ik ook nog eens een keer overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Allemaal door het geloof in Gods genade evangelie. Dat Paulus in zijn brief tegen mij zegt: Christus stierf voor je zonden is opgestaan. Door dat te geloven ben je zalig. En dan komt die geest dus dan in actie. En ja, wauw, dan verandert er wat in je leven, zeg. Toen ik net tot geloof kwam, ja ook, die Bijbel die ging toen leven voor mij. Daarvoor heb ik vaak gelezen, zocht ik troost, steun. Maar ik merkte niet de versterking, het gebeurde gewoon niks. En ik was teleurgesteld. Maar komt Gods geest in je wonen, ja, dan gebeurt er wat opeens. En dan gaat het leven voor je. Die letters worden levende zwarte letters op papier, maar ze gaan leven, ja. Dus ja, ik heb nu dus de geest ontvangen. In 1 seconde heeft hij al die dingen gedaan. Alleen 1 ding heeft hij nog niet gedaan. En dat is, ik heb nog geen nieuw lichaam. Nee, helaas, ja, nog niet. Dat heb ik nog niet. Maar God heeft daarmee al zijn geest gegeven. Want hij had ons ook kunnen redden en al gelijk naar de hemel transporteren. Maar ja, dan houdt er geen gelovigen over die op deze wereld wat gaan doen? Het evangelie gaan verkondigen. Dus ik leef nog in het lichaam de zonde. Maar ik heb wel zijn geest gekregen om licht te krijgen op zijn woord. Maar ook om versterkt te worden door zijn woord in de inwendige mens. Want ik heb nog dat zondige lichaam. Dus hij laat mij niet als een wees achter. Zeker niet. Ja? Hij geeft ook de middelen. En dat is allemaal door diezelfde geest. Die gaat mij licht geven. Gods geest met mijn geest. Eerst had ik een vleeselijk verstand. Nu krijg ik een geestelijk verstand. Met een vleeselijk verstand kan jij de dingen van de Heer niet begrijpen. Dat is gewoon onmogelijk. Er zit gewoon een waas overheen. Ja? Nou, dan denk je over na, hoe zat dat dan in het Oude Testament? Ja, want toen hadden ze niet de Heilige Geest nodig om de dingen van God te begrijpen. Nee, hoe kan dat dan? Want eigenlijk zeg je van, zonder Gods geest kan je de Bijbel niet begrijpen. Nou, dat is nog steeds zo. Maar let op. Toen de tabernakel gebouwd werd en toen de tempel gebouwd werd. David wou de tempel bouwen, maar dat mocht niet. Had te veel bloed aan zijn handen. Maar hij kreeg wel van God door zijn geest geopenbaard hoe die tempel eruit moest gaan zien. En hij had ook een soort maquette gemaakt volgens mij. Zo las ik het tenminste. En dat heeft hij toen aan Salomo laten zien. Zodat hij ook ging verstaan. En ook die makers van de tabernakel, die hadden wel Gods geest om die dingen allemaal te maken en inzicht te krijgen. Maar kijk, ja, bepaalde dingen om een huis te bouwen, voor hier of dit te gebouwen, heb je bepaalde kennis nodig. Ja? En in principe, dat kan de mens. We zitten er ook in. Ja? Als je kijkt, ook in het Oude Testament, ze konden dingen wel doen, begrijpen, maar niet de geestelijke betekenis ervan inzien. Dat konden ze niet. Voor ons is de Heilige Geest ontvangen een bewijs dat je gered bent. In het Oude Testament niet. Want er waren mensen die door God gebruikt werden, die hadden Gods Geest. De rest niet. Maar je kon niet zeggen, jij hebt Gods Geest niet, dan ben je niet gered. Nee, dat was niet zo. Ze hadden ook de onzekerheid. Wij hebben zekerheid die zij niet hadden. Want wij hebben de inwonende Heilige Geest. Onder de wet weet je nooit 100% zeker of je wel genoeg gedaan hebt. En toch waren er gelovigen die deden wat ze moesten doen. Elke keer weer de offers en naar de feesten om de gemeenschap met God intact te houden. En als je het niet doet, ja, dan zou je uit de gemeenschap vallen. Dus dat is wat zij dachten. Dat kennen wij natuurlijk niet. Wij zijn altijd in die gemeenschap, dat weten wij. Maar goed, als je even naar mij 1 Petrus 1 gaat, 1 Petrus 1 vers 10, dan zie je ook die profeten die daar spraken, 1 Petrus 1 vers 10, van de welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, kijk, die hadden Gods geest. We hebben in de eerste spreek ook gezien, die spraken door Gods geest. En ze hebben het opgeschreven,
En die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. Dus ze hebben geprofiteerd over het koninkrijk wat komt. Ook over de Heilige Geest die uitgestort zou worden. Al die dingen over het volk Israël in de toekomst. Hebben ze overgeschreven. En dan onderzoeken op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die toen in hun was. Die hadden de Heilige Geest. Beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende. Ze hadden geen clue van wat er allemaal zou gebeuren. Ze hadden geen clue van over wie dat die verlosse Messias Jezus Christus was. Dat wisten ze allemaal niet. Er wordt ook wel eens geleerd dat Abraham zou dan ook geweten hebben dat Christus komt. Dat is allemaal niet waar. Dat is allemaal niet waar. Dat wisten ze niet. Maar daarom geloofden ze nog wel wat God zei. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Maar hij wist echt niet wat wij nu weten. En hij had, die gelovigen toen de tijd, hadden Gods geest niet. Ga mee naar Nehemia, dat vind ik zelf een mooi voorbeeld. Dat is voor de psalmen, Ezra en Nehemia. En Nehemia, dat is een boek, dat is geschreven toen Israël weer terug uit gevangenschap terugkeerde. En er werd Jeruzalem herbouwd en ook de tempel herbouwd. En dan wordt het ingewijd in Nehemia 8, vers 8. Wat zie je dat er gebeurt? Aan het eind, want al die namen ga ik nou niet lezen. Veel te ingewikkelde namen allemaal. Maar dan zie je staan aan het eind van vers 8. En de levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En zij lazen in het boek in de wet Gods. Duidelijk. Ze lazen dus de wet voor. Duidelijk. En de zin verklarende. Zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. Zie je, ze begrijpen dus wat Nehemia, of wat zij leerden. En je ziet het ook in vers 10. En Nehemia, dezelfde is Hattir-Sata. En Ezra, de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen. Zie je, onderwezen het volk. En dan zeggen ze een aantal dingen en dan zie je dus in vers 13. Toen ging al het volk heen om te eten, om te drinken. Denk erom, ze zaten in gevangenschap. Daar zaten ze, ze waren weer terug. 70 jaar uit Babel kwamen ze weer terug in Israël. Wordt de tempel weer herbouwd. 70 jaar geen feesten gehad, hè? Helemaal niks. Er was niks daar in Babel. Er was geen tempel. Dus ze gaan de wetten voorlezen en ook de feesten gaan ze weer vertellen. We gaan ook weer hier het loofhuttefeest doen. In vers 13, toen ging al het volk heen om te eten, om te drinken en om te delen. En om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Kijk, want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Hé, ze hebben toch Gods woord verstaan. Terwijl ze niet de geheime Heilige Geest hadden. Hoe kan dat nou? Ja, wat waren die woorden dan? Nou, je ziet hier in vers 14. En des andere daags verzamelden zich de hoofden, de vaderen van de ganse volk, de priesters en de levieten tot Ezra, de schriftgeleerde. En dat om verstand te bekomen in de woorden de wet. En dan zie je in vers 15. Vonden ze in de wet geschreven dat ze een feest moeten doen. Dat kan je gewoon geloven zonder Gods geest. Een gelovige kan zonder Gods geest, toen de tijd, kon hij gewoon geloven. Als hij in God geloofde en je ziet hier dat we moeten feesten doen, dan ging je de feesten doen, 3 keer per jaar. Want als je de wet niet gehoorzaamt, dan kom je onder de vloek. Dus een gelovige, die ging in gehoorzaamheid dat doen. Dat verstond hij. Hij verstond ook dat de grote verzoendag, dan had je voor een jaar verzoening voor de zonde. En dan kon je er weer voor een jaar, had heel Israël vergeving. Nou, dat kan je begrijpen. En dat deden ze ook. Maar de geestelijke betekenis van de feesten, van de verzoening, het plaatsvervangend versterven, dat Christus later zou zijn, nee, dat niet. Dat wisten ze natuurlijk niet. Maar ja, de 10 geboden, heb je daar Gods geest voor nodig om te begrijpen? Je mag niet stelen. Heidenen hebben het geweten zonder Gods geest en de hele wereld, de wetten, zijn allemaal gebaseerd op 10 geboden. Niet liegen, niet bedriegen, niet moorden, niet stelen. Dat weet een ongelovige ook. Hij weet dat. Snap je? Dus daarom zie je in het Oude Testament, is het ook mogelijk gewoon om een kind van God te zijn, zonder Gods geest, en toch te begrijpen wat hij zegt. Ja, je kan er niet allemaal aan voldoen, nee. Want de wet, wat doet de wet? Zonde kende, ook bij hun. Natuurlijk. Maar ja, dan wist je ook, daar waren de offers voor. Dus dan deed je dat in het geloof, maar denken, het is altijd onder het systeem van
als je het doet, dan word je gezegend, dan doe je het niet. Dus de drijfveer is natuurlijk hoofd ook met vrees te maken. En je onzekerheid, dus je ging dat doen. En dan denk je, nou, als ik dat doe, dan word ik gezegend door God. Dus ja, dus zo moet je dat dus zien, ja. Dus als het verstaan, dat wil zeggen de wet lezen, ze verstaan het en ze gaan het gehoorzamen. Maar ze zagen niet de typologie die er zeker is. Hè? Maar dat weten wij nu. Nu achteraf. Maar toen absoluut niet. Kijk, nu begrijp, nu is het anders geworden. Wij leven nu in de bedeende genade. En als je wil begrijpen de Bijbel in zich heel inclusief de geestelijke betekenis ervan, dan zou je toch echt Gods geest nodig hebben. Ga mee naar 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 2, vers 7. 2 Timotheus 2, vers 7, een tekst die wij vaak gebruiken. Ook in zijn context, dat Paulus dat ook bedoelt, maar ook het geldt ook in zijn algemeenheid voor wat wij lezen. Paulus zegt in 2 Timotheus 2, vers 7, merk of let op hetgeen ik zeg. Dat zegt hij tegen wie? Tegen de leden van het lichaam van Christus. Dat moeten ze doen. Waarom? Hij is mijn apostel. Toch? Dus let op wat ik zeg. Dat is die sleutel. Ja? Doch, de Heere geven. En het onderwerp is, waarom kan iedereen de Bijbel begrijpen? We hebben het nu over gelovigen. Maar heel veel gelovigen begrijpen de Bijbel ook niet. Omdat ze gaan niet merken hetgeen Paulus zegt. Maar als je dat doet, dan staat daar, dan geeft de Heere jou verstand, begrip in alle dingen. Ook in het Oude Testament, wat zij niet zagen. Absoluut. Dat is een gigantisch verschil. En er komt, ik heb nu de Gods geest ontvangen. Heb ik Gods geest niet, dan ga ik dat niet begrijpen. En dan krijg ik verstand in al die dingen. Dus ik krijg ook verstand in de schaduwen van Christus. Psalm 22. Denk je dat, dat David wist, Psalm 22, dat hij over Christus profeteerde? Hij begint met, mijn God, waarom heb mij, ga je mij verlaten? Dat zegt Christus letterlijk aan het kruis. En achteraf weten wij nu, dat gaat over Christus. Jesaja 53. Als je tegen een Jood nu zegt, dan zegt hij nog van, ja, gaat dat over Israël? Denk aan die kameling, die zegt, gaat dat over hemzelf? Over wie gaat dat? Ik las gisteren nog over de orthodoxe Joden. Ja, je mag Daniel mag je niet lezen. Want je mag niet gaan uitrekenen. Als je gaat rekenen, dan kan je daar, dan weet je dat de Messias komt, al gekomen is. Kan je uitrekenen wanneer de Messias komt? Ja, dat klopt. Dat was voor mij nieuw, had ik nog niet gehoord. Maar ik las het. Maar ik weet niet, alles is waar op internet. Dus maar, nou ja. Maar verwarring compleet. Maar je ziet hier, dus al die dingen, die gaan wij nu zien. En kijk, Petrus, gaan we mee naar Handelingen 1, vers 16. Die had ook Gods geest ontvangen. Maar die zag dingen tot op bepaalde hoogte. Wat hij eerst niet zag, maar hij zegt in Handelingen 1, vers 16... Mannen, broeders, dat is vlak voor Pinksteren. Judas is dood en die moet vervangen worden. En dan zegt hij, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die leidsman geweest is van degene die Jezus vindingen. Want hij was met ons gerekend en hij had dat lot deze bediening verkregen. Nou ja, en dan zie je dan in vers 18, hij heeft zelfmoord gepleegd. En dan zie je vers 19, dan hoe die akker nu heet. En dan zegt hij vers 20, dan gaat hij nog een psalmtekst aan. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander neemt het opzienersambt. Nou, dat hebben ze toen niet begrepen. En Petrus, vol van de Heilige Geest, want zij hadden de Heilige Geest al ontvangen voor Pinksteren, begrijpt dat nu. En die gaat nu zo leren, die legt nu die tekst uit, achteraf kan hij zo zien, leest hij zo Judas erin. En dat is ook de basis dat ze ook een ander gaan, dat opzienersambt, gaan loten werpen, dat iemand anders dat overneemt. Dus je ziet hier een complete verandering. Dat is toch heel duidelijk dat hij nu dingen gaat zien. Hij heeft ook de opstanding verkondigd in hoofdstuk 2, vers 31 spreekt Petrus met de Heilige Geest.
dat hij zegt, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Doordat zijn ziel niet is verlaten in hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Dus hij zegt nu, deze heeft Jezus, is opgewekt, de opgestaande Christus verkondigt hij nu. Maar, niet heel erg lang daarvoor, heeft Petrus geprobeerd Christus nog tegen te houden, dat hij gekruisigd zou worden. En snapt hij dit niet? Kijk maar even in Lucas. Lucas 18. Daar zegt Christus over zijn lijden. Vers 31. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen, zie wij gaan op naar Jeruzalem en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeet. Zie, het is allemaal door de profeten opgeschreven, zegt de Heer Jezus. Wat er nu gaat gebeuren, en dan gaat hij het vertellen. Want hij zal aan de heidenen overgeleverd worden, hij zal bespot worden en smalijk behandeld worden en bespogen worden. Jesaja 53 bijvoorbeeld is een tekst. En hem gegezeld hebben en dan zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij wederop staan. Psalm 16. Opstanding. Je zou kunnen zeggen, nou ja, als ze het allemaal begrepen in het Oude Testament. Nee, ze weten die teksten, maar hier zagen ze absoluut niet de opstanding van Christus. Want dan staat hier, zij verstonden geen van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd staat. Gewet. En dat zie je in Lucas nog twee keer staan, dat hij het daarover heeft en dat ze het niet begrijpen. Zelfs dat Petrus op een gegeven moment zegt, dat gaat niet gebeuren, hè? En Petrus was eentje, die recht toe recht aan, hè? Want toen de Heer Jezus werd gevangen genomen, wie stond er met het zwaard klaar? Ja, hij zei, hij ging doen wat hij zei. Gaat niet gebeuren en komt zo in actie. Ja, aan de andere kant heeft hij hem ook weer verloochend. Dat was Petrus. Maar zie je wat hier gebeurt? Dat ze begrijpen het niet, maar wanneer komt dan het begrip? Dan krijgt hij dus meer, nu krijgt hij zicht. En dat zien we in Lucas 24... Dat is op het moment dat zijn verstand geopend wordt. En dat gebeurt als je de Heilige Geest ontvangt. Want dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Het staat er niet letterlijk. Maar je ziet in Johannes 20 ook dat zij de Heilige Geest blaast op hun. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. En nou gaat Petrus de typologie ook zien. En teksten zien die op Christus slaan. Die ze daarvoor niet wisten. Niet zagen. Lucas 24, vers 44... En Christus, dat is na zijn opstanding, en zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, dat was voordat ik stierf, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten in Psalmen. En dan nog zie je, toen opende hij hun verstand. Dus toen de Heilige Geest ontvangen, want dan wordt je verstand geopend, toen gingen ze de schrift verstaan. En toen zagen ze, dat gaat over Christus, dat gaat over Christus, dat gaat over de opstanding van Christus. Het gaat niet over David, ja ook over David, maar die tekst, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat gebeurde op dat moment. En toch weten wij nu dat Petrus had toch niet de volle kennis nog. Hij had een, op het profeetsprogramma, had hij wel kennis nu, hij kreeg inzicht in die anderen ook. Maar het is toch wel de apostel Paulus die de volledige openbaring heeft gekregen. En dat je nu door de apostel Paulus, en Peter zegt het ook in zijn brief, hè, hebben we al over gehad, je moet naar Paulus gaan. Die verklaart waarom Christus nog niet gekomen is. Maar door Paulus ga je nu ook veel meer dingen begrijpen over een koninkrijk, niet alleen op aarde, maar ook in de hemel, waar die anderen absoluut geen clue van hadden. Helemaal niks. Dat is, Paulus heeft de hoogste openbaring gekregen wat betreft de zonde. Als je in Handelingen 2 leest, lees je niks over het bloed van Christus. Het is Paulus die dat uitlegt. In Romeinen 3 bijvoorbeeld. Geweldig, over het kruis. De kruisiging is natuurlijk geprofeteerd. Petrus haalt het ook aan later in zijn brief. Ze hebben nog hangen aan een hout. Maar heeft Petrus de inhoud van het kruis verklaard? Dat is apostel Paulus geweest. Aan hem is de hoogste openbaring gegeven betreffende de zonde, maar ook betreffende het hele plan van God. En daarom kan hij ook zeggen, ik heb het woord God vervuld, afgemaakt. Dat ontbrekende gedeelte, wat geheim was gehouden, ja, dat is wat ik jullie verkondig. Dus ja, Paulus zegt maar, het is een voortschrijdende openbaring. Abraham wist dit, maar die wist al meer dan Noach.
En toen kwam Mozes, die wist wat meer dan Abraham. En zo gaat het meer, meer, meer. En dan komt de Heer Jezus, krijgen ze nog verder voortschrijdende openbaring. En dan komt Paulus en zit je aan de top. En meer valt er niet te openbaren. En daardoor, bij hem, het is via de apostel Paulus, de kennis in zijn brieven, dat je nu daarom vanaf Genesis tot en met openbaring de hele Bijbel begrijpt. Begrijpt, ik bedoel, niet allemaal in één klap, dat snap ik ook wel. Voor ons is het ook voortschrijdend, je weet niet alles in één keer. Daarom komen we ook elke keer bij elkaar. Ik leer ook nog steeds, elke dag weer, elke dag, als ik wat lees. Dan krijg je weer verlichting, en dat zal altijd zo blijven, tot we naar de Heer gaan. Maar het is af, de voortschrijdende openbaring is af, het is compleet. En wij hebben door Paulus inzicht in Gods plan. Meer dan Petrus wist. En wij weten het nu ook, omdat wij de brief bestuderen. Kijk, openbaring weten wij nu ook. Dat is niet voor mij. Dat weet ik ook door de apostel Paulus. Die Petrus die dat tegen mij zegt hoor. Dus dan zie je al, ja dat klopt. Paulus zegt, hij is niet hoogmoedig. Hij wil juist dat wij ook Gods plan gaan begrijpen. Daarom zegt hij, luister nou naar mij. En dan hoef je niet alleen mijn brieven te lezen, maar lees ook het Oude Testament en lees ook openbaring. Maar allemaal vanuit de kennis van het geopenbaarde plan wat ik nu weet. En dan gaan wij het nu zien. Ook in het Oude Testament gaan wij dingen nu veel meer begrijpen. Wat zij allemaal niet hadden. Dus ja, je hebt de Heilige Geest natuurlijk ontvangen. Dat zeker, dat is belangrijk, daar begint het mee. Maar het tweede punt is natuurlijk wel dat je wel naar Paulus moet gaan luisteren. Ja? En dat wil zeggen, die zegt ook tegen ons, wij moeten het woord en waarheid recht gaan snijden. En als je dat niet doet, mag je wel de Heilige Geest hebben. Maar ja, heb je niet het geestelijk verstand? Ga je niet, je bent wel, je hebt wel Gods geest. Ik wou zeggen, je bent wel geestelijk, maar je hebt Gods geest, je bent gered. Maar dat is nog geen garantie de hele Bijbel begrijpt. En die ervaring, ja, die had Jaap, die heb ik en die hebben jullie allemaal gehad. Want de meeste, behalve onze kinderen, die zijn zo opgegroeid. Maar we komen allemaal uit een andere lering. En opeens hebben we de sleutel gezien, hebben we ontvangen. En we zien het allemaal zo op deze manier. En nu zien wij, we hebben Gods geest. Maar ja, ik ben ook naar Paulus gaan luisteren. Die zegt, je moet het woord en waar het recht snijden. Oké, dus dan begrijp ik nu het Oude Testament. Ik begrijp de Evangelie, ik begrijp de snijdersbrieven. En ik begrijp de brief van apostel Paulus. Dus ik heb Gods geest, maar dat is niet genoeg. Want alle gelovigen in het lichaam van Christus hebben de Heilige Geest. Maar begrijpen ook alle gelovigen de dingen van God? Is antwoord nee. Dat heeft te maken omdat je dan apostel Paulus moet luisteren. Juist. En dat gebeurt niet zomaar. Paulus zegt, oké, datgene ik schrijf, hè, dat zijn de Heer, de geboden des Heren. En als je wil weten hoe je over dingen moet denken, oordeel maar wat ik zeg, zegt hij ook in 1 Korinthe 10. Oordeel wat ik zeg. Dus iemand die wil weten wat het Gods wil, iemand die geestelijk is, die zegt, ik wil de Heere gehoorzamen. Heere, wat wilt u? Dan gaat hij bij de apostel Paulus te raden. Ja? Dus ja, Efeze 5, vers 17. Daar zegt Paulus mooie dingen. Hij zegt in vers 15, zie toen dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, dus oplettend, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren. Zie je dat? Je bent of je weet de wil des Heren en dan ben je verstandig, of je bent onverstandig en je weet de wil des Heren niet. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. In Colossense, vergelijkbaar zegt hij, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Leert en vermaat elkander. Maar het woord van Christus moet rijkelijk in u wonen. Dus het is niet zo, oké, ik weet het woord en waar het recht te snijden en nu gaat het allemaal zo vanzelf. Nee, je moet vervuld worden met de Heilige Geest. Het woord van Christus moet rijkelijk in u wonen. En ik ga naar de apostel Paulus. Ik ken dat wat hij zegt, dat zijn de geboden des Heren. En dan begrijp ik, hey, wacht even. Als ik dat doe, ja, dan ga ik verstaan wat de wil des Heren is. Want ik bemerk op wat Paulus zegt en daardoor krijg ik verstand in alle dingen. En dan krijg ik ook de verstand in de wil van hem voor mij vandaag. Dat is mooi. Oké, dus nu punt 2 is gehoorzamen. Dus nu, oké. Begrijpen van de Bijbel,
Een ongelovige kan dat niet. Nu heeft hij Gods geest nodig, dan is hij ook gered. Punt 1. En dan krijg je natuurlijk, wil hij hem echt begrijpen, de Bijbel? Dan zal hij, behalve de Heilige Geest, zal hij het woord en waarheid recht moeten snijden. Zal hij Paulus als zijn apostel moeten erkennen. Dan ga je de Bijbel verstaan. En dat is voor iedereen weggelegd. Niet alleen voor mij, niet voor iedereen. Kijk naar Corinthiërs. Niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele gestudeerden. Nee, blijf maar weg van die studeren, van die theologieopleidingen. Maar ga in de Bijbel rechtgesneden studeren. Dan moet je kijken wat er dan gebeurt. Onze kinderen weten veel meer dan heel veel mensen, zelfs voorgangers in een kerk. Omdat ze het woord de waarheid toegediend krijgen. En niet twijfelen aan hun behoudenis bijvoorbeeld. Want ze weten, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Dus nu krijg je het punt gehoorzamen. Ja, waarom kan iedereen behalve Gods woord begrijpen het ook gehoorzamen? Dat heeft ook daarmee te maken natuurlijk. Want ja, dat is ook weer mogelijk door die Heilige Geest. Dat is het verschil. In het Oude Testament, zonder de Heilige Geest, ja, kon je dat al wel begrijpen, dingen die, waar we het net over hadden. Maar je kwam tot kennis van de zonde. En oké, ze kwamen tot kennis van de zonde en daar waren die offers natuurlijk voor. Maar denk aan Zacharias bijvoorbeeld, de vader van Johannes de Doper. Die was onberispelijk in de geboden des Heren. En hij was een priester. En hij was rechtvaardig, wandelende in al de geboden Gods. Dan moet je niet denken van hij was altijd, hij zondigde nooit. Want dat is ja mooi. Oké, je komt tot kennis van de zonde, maar er is een oplossing voor die zonde. Dat was natuurlijk het offer. De offers en de feesten, je deed gewoon de geboden. Daarin was hij rechtvaardig, ja. Hij was niet zondeloos, nee, zeer zeker. Maar een gelovige hield in die tijd gemeenschap door te gehoorzamen aan de wet en te offeren voor vergeving. En dat zie je eigenlijk met christenen nu eigenlijk ook veel, nu. Die weten ook, die gaan ook in de geboden des Heren wandelen onder de wet. En ja, dan hebben ze vergeving nodig, dan gaan ze ook naar een offer. Dan gaan ze naar het offer van Christus, om daar vergeving te krijgen. En je las de tekst van Matthäus. Bekeert u, laat u dopen tot vergeving van zonden. En dan zie je ook, belijdende hun zonden. Nou, dat heeft met Israël te maken. Dus oké, als christen, en ik weet het niet helemaal, dan ga ik, oké, ik heb ook een offer voor vergeving van mijn zonden. Dus ik moet ook weer elke keer vergeving vragen, om de gemeenschap met God in stand te houden. Maar ik heb een offer, dat is vergeving, dat is in het bloed van Christus. Wacht eventjes. In hem hebben bij de verlossing, toch? Al mijn zonden zijn vergeven. Dus het offer was eenmalig en voor eeuwig en altijd. Maar dat zien ze dan niet. Ja, kijk, dus zowel degene in het Oude Testament als de gelovigen nu, die het woord en waarheid niet recht snijdt, die hebben zowel in het Oude Testament als nu in het lichaam van Christus, hebben ze allebei niet de kracht om de zonde te overwinnen. En dat is nou precies het verschil, als je het woord en waarheid recht snijdt. Want dan is een gelovige christen in feite hetzelfde, net zo krachteloos als iemand die bijvoorbeeld niet gered is. Ik heb in het verleden ook geprobeerd de zonde te overwinnen. Ik wou een goed christen zijn, lukte niet. Toen werd ik een gelovige en veranderde zeer zeker dingen in mij. Ik wou ook veel meer de Heer gaan dienen en ik was blij. Maar de bekrachtiging om de zonde werk te overwinnen, die kwam pas toen ik het woord en waarheid recht ging snijden. En dan ben je in staat, inderdaad, om het woord te gehoorzamen. Ik ben nu in staat te gehoorzamen en het om het te doen en in een heilige, veranderende staat te leven. Denk aan Filemon, gaan we even naar Filemon. Dat laatste Bijbelboek, we hebben het daar een paar maanden geleden hebben we dat helemaal behandeld hier. Een geweldige brief waar alle leerlingen van Paulus in samenkomen. En dan zie je in Filemon 1 vers 21. We hebben het over gehoorzaamheid. We kunnen het gehoorzamen. Filemon was een geestelijk iemand. Maar hij had wel een probleem. Er was een slaaf weggelopen. Nou. En dan zegt Paulus tegen hem. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult, ook boven hetgeen ik zeg. Dus je zal nog meer doen zelfs als wat ik zeg. Ik vertrouw op jouw gehoorzaamheid, Filemon. Filemon heeft een weggeslopen slaaf. Nu ga je zien dat het niet alleen om kennis gaat. Nu ga je zien bij Filemon ook. Het gaat niet alleen om kennis, dat je alleen het woord der waarheid recht weet te snijden. Want de geestelijkheid
Die komt pas kijken, die komt kijken op het moment dat het moeilijk wordt. Dus ja, hij zegt in feite, wat is die gehoorzaamheid? Dat Filemon hem weer terugneemt. Ik denk dat bij Filemon, die moeten wel geestelijk zijn, want er zullen ook in eerste instantie gevoelens zijn van een weggelopen slaaf. Ik die terugnemen, die krijgt straf. En Paulus zegt, zoals Christus, wij dienaren van de zonde, wij ook eigenlijk onze rug naar God toe hebben toegekeerd, heeft hij ons niet aangenomen? En zal jij dan een weggelopen slaaf, die nu inmiddels een broeder is, ook niet aannemen? Dus wat moet Filemon doen? Die moet nu geestelijk zijn. En zijn gevoelens van zondige natuur moet hij ook nu niet gaan gehoorzamen. En Paulus zegt, ik vertrouw erop. En dan komt niet alleen de kennis, maar nu ook dat je het ook in praktijk gaat brengen. En Gods genade evangelie stelt ons daartoe in staat. Galaten 5 zegt Paulus tegen ons, maar ook eigenlijk tegen Filemon. Wat moet hij gaan doen? Hij moet nu in de geest gaan wandelen. Ja. En niet zijn vlees laten regeren. Galaten 5 en 6, en ik zeg, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vlees is niet. Het vlees dat begeert allemaal dingen die tegen God zijn. Dat weten we allemaal. Die zondige natuur hebben wij allemaal. En daarom roept hij op, wandel door de geest. Gelaten, want jullie zijn onder de wet. En de wet gaat op je vlees werken. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees. En deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet hetgeen gij wilt. Nee, het is of de dingen van de geest doe je, of je van je vlees. Maar indien gij door de geest geleid wordt, en dat is dus door het woord ook, samen met de geest, zo zijt gij niet onder de wet. Dus met andere woorden, als ik onder de wet ben, onder de preken van de wet, word ik niet geleid door de geest. Als ik onder de geest zal zijn, dan moet ik dus onder het evangelie van Gods genade zijn. Dat zegt hij hier. Als je door de geest geleid wordt en je wordt onder het genade evangelie, als je niet door de geest geleid wordt omdat je onder de wet bent, nou, ik weet maar één andere evangelie in de Bijbel. Dat is evangelie van Gods genade. Dat betekent dus dat als ik onder Gods genade evangelie ben, dat ik dan door de geest geleid ga worden. Dat is één van de twee hoor, kan niet allebei. En daarom is christendom ook in verwarring, omdat ze dat op één hoop gooien. Maar dat kan niet. En dan zie je vers 19, 20, 21, werken van het vlees, maar dat is dat resultaat van onder de wet te zijn. Word je absoluut niet door de geest geleid. Maar vers 22, Filemon, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Allemaal dingen die je moet doen, maar die de geest in jou gaat doen. En dat het vlees niet in jou gaat regeren. Dus, die van Christus zijn, kijk, het vlees is gekruisigd met de beweging en begeerlijkheden. Mijn oude mens is gekruisigd. En Paulus zegt daarom dan ook, met die begeerlijkheden, indien wij door de geest leven, dan gaat hij van positie, hè, Filemon ook, je leeft door de geest, ga nu ook door de geest wandelen. Dat is de dagelijkse wandel, dat is de opdracht. Dat is wat wij moeten doen, dat moest Filemon doen ook. Laat je vlees niet regeren in dit, maar laat je door de geest leiden. En die leert je dat je die persoon, want Paulus zegt het tegen hem, en die spreekt namens Christus, Christus spreekt in Paulus, dat hij hem terug moet nemen. En de zondige natuur kan eens in opstand komen. Maar wij hebben een evangelie wat ons kracht en sterkte geeft om het te doen. Om het toe te passen. Romeinen 16, vers 25. Daardoor zijn wij nu in staat niet alleen de Bijbel te begrijpen, omdat het woorden waterrecht snijden, maar we worden ook bekrachtigd zodat we het ook kunnen gehoorzamen, dat we het ook kunnen gaan doen. En dat kan alleen met dit evangelie. Hem nu die machtig is u te bevestigen, kijk naar mijn evangelie. Het is maar één die dat zegt hoor, dat is apostel Paulus. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dat evangelie. Altijd verborgen is geweest. Maar nu geopenbaard is in de bedelende genade aan de apostel Paulus. En door de profetische schriften, de bekrachtiging zit in de eerste plaats in mijn evangelie van Paulus. Maar ik word ook door het lezen, ik ga nu ook het Oude Testament begrijpen. Ga ik ook allemaal zien en het plan van God. En dat sterkt mij, dat hele plaatje. Naar het bevel des eeuwen gods te kijken tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend te maken. Dus met andere woorden, ik word nu in staat gesteld, ik word bekrachtigd door het evangelie van Gods genade. Nog even twee, drie teksten en dan sluit ik af. Dan gaan we nu naar
Romeinen 6 vers 14. Nou, we gaan naar Romeinen 8. Romeinen 6 vers 14 kennen we allemaal, toch? Want de zonde zal over u, niet alleen, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, hè? Nee, want de zonde zal over u niet heersen. Daar begint hij mee. En de reden daarvoor is dat je niet onder de wet bent, maar onder de genade. En dat is voor ons het gereedschap. Dat ik nu ook kan gehoorzamen. Want onder de wet kon ik niet gehoorzamen. Ik probeerde het wel, maar de zonde die ging meer in mij heersen. Maar de zonde gaat nu niet meer heersen. Die wordt juist gedood, omdat ik nu... Gods geest gaat nu werken in mij samen, omdat ik word door het juiste voedsel gevoed. En dat is heel erg krachtig. Dus Romein 8 vers 2, Hans, die zat net in Romein 8 vers 3, maar vers 2, kijk, de wet van het geest des levens in Christus. Dat wil zeggen, er is een vaste regel. Niet de wet van Mozes praat hierover. De wet is een vaste regel. Dat is altijd zo. 1 plus 1 is altijd 2. Nooit 3. De zwaartekracht is ook een wet, die is altijd... Nou, en er is een wet van de geest dat namelijk het leven in Christus, het leven van in Christus Jezus, dat valt onder vaste regel van de geest. En de wet van zonde en dood, ja, loon van de zonde is wat? De dood. Dat is de vaste regel. Zonde levert altijd dood op. Loon van de zonde is de dood. En ook als een gelovig iemand, als jij gaat zondigen, in zonde gaat leven, dat is altijd maar één resultaat, geestelijke dood. Ja? Of afwijken van het evangelie van Gods genade. Ga je Gods bedroeven, geest helemaal blussen. Maar er is een vaste regel in mij, dat is het leven in Christus Jezus. Dat valt onder de regel, vaste regel van de geest. En die gaat mij dan leiden en die gaat mij sterken samen met Gods genade evangelie. En dan zie jij in vers 7, het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, het kan ook niet. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Als ik dus in het vlees ga wandelen, ga denken, kan ik God niet behagen. En onder de wet, per definitie, kom je altijd in het vlees terecht. Altijd. Want je bent onder de geest. Als je door de geest geleid wordt, ben je niet onder de wet. Maar ik ben met genade evangelie, ik ben niet onder de wet. Ik laat me door de geest leiden. En nu word ik in staat gesteld, samen met genade evangelie, gesterkt te worden om mijn lichaam te kunnen overwinnen. Want laat me eerlijk wezen, mijn lichaam, mijn zondige natuur, is mijn grootste tegenstander. Toch? Zondige natuur is in vaatschap met God. Dus, daarom nogmaals, in het Oude Testament hadden ze die kracht niet. En nu, gelovigen in het lichaam van Christus, kunnen die kracht hebben. Dat kan alleen op deze manier. Vers 11, indien de geest, dan heb je de geest, hè? Degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Nou, woont hij mij? Ja. Als dat zo is, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus de geest die in mij woont, die maakt mijn sterfelijke lichaam levend. Niet de opname, dat zou mijn dode lichaam zijn. Nee, mijn sterfelijke lichaam. Wij wonen allemaal in een sterfelijk lichaam. En straks krijgen we een onsterfelijk lichaam. Dat heeft alleen de Heer Jezus nu. Die is als enige in de hemel, als enige met een lichaam. Het opstandingslichaam, waar de wonden nog in zitten. Daarom staat er nu die alleen een onsterfelijk lichaam heeft. Maar wij, zoals als we opgenomen zijn, hebben allemaal dat onsterfelijke lichaam. Maar dat wordt nu, dat sterfelijke lichaam moet levend gemaakt worden door zijn geest. En in vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, geestelijk dan. Dan ben je eigenlijk weer... Je bent niet dood voor God, zoals voordat je gelovig werd. Maar functioneel sterf je dan voor hem. Hij doet niks in jou. Vlammetje is gewoon uit. Gewoon uit. Hij geeft geen kracht. Maar kijk, indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. De werken van het lichaam, dat wordt door zijn geest gedood, samen met dat krachtige evangelie waarvan Paulus zegt... Mijn evangelie dat u gaat bevestigen. En daarom kon Paulus ook zeggen, mijn genade, zegt de Heer Jezus tegen hem, is u genoeg. En daarom heb ik wel behagen in wat? In allemaal, in vervolgingen, verdrukkingen, tegenslagen, al dat soort dingen, kan hij functioneren. Want Gods geest werkt krachtig in hem, namelijk door zijn geest, waar? In de inwendige mens. Efeze 3 vers 16. Ik wil afsluiten met Filippenzen. Ja. Mijn genade is u genoeg. Dus mijn genade is een kracht.
Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus als we lezen Efeze 3, vers 16, genade is dus een kracht die werkt samen met de evangelie, samen door zijn geest, versterkt hij mij in die inwendige mens. En zo werkt het nu. En daar heb je Gods geest voor nodig en daar heb je het genade evangelie voor nodig. Dat gaat gewoon samen en anders gaat het niet werken. En Filippenzen 3, Hans die eindigde net mij. En ik denk, ja, dat was ook mijn plan. Dus dat is altijd gevaar als je met meerdere gaan preken. Maar dit is wel mooi om mee te eindigen in ieder geval. De motivatie voor iedereen in Christus zou dit moeten zijn. Ja, gewisselijk, vers 8. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die direct te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. Ik wil Christus winnen. Christus meer en meer in mijn leven. Dat hij groter in mij gemaakt mag worden. Niet dat ik groter word. Nee, ik moet juist steeds kleiner worden. Dan wordt hij groter in mij. En in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat is onder de wet, hè. Als je onder de wet bent. Kijk, dan heb ik het gedaan. En Paulus zegt al, nee. Je roemt waarin wie? In de Here. En als je onder de wet bent, ga je jezelf roemen. Want heb jij het gedaan. Genade is dat hij het in jou doet. En dan niet mijn rechtvaardigheid. Hij spreekt hier over onze wandel. Hè? Niet over je positie. Paulus spreekt hierover. Ik geloof dat het 30 jaar na zijn bekering is. En dan zegt hij op dat en in hem gevonden worden. Niet mijn hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En dan opdat ik hem kenne. 30 jaar na zijn bekering zegt hij nog, opdat ik hem kenne. Hij kent hem, maar hij wil hem beter en meer kennen. Meer gelijkvormig aan hem worden. De gestalte van Christus steeds meer in hem groter en groter gaat worden. Dat het alleen maar niet ik Heer, maar u in mij is. Dat ik hem ga kennen. Dit is in feite de ervaring van Romeinen 6. Opdat ik hem kennen, ga ervaren. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn doodgelijkvormig wordende. Nu is dat. Dat is de ervaring van Romeinen 6. Het weten, ik ben met hem gestorven, ik ben met hem begraven, maar ik ben ook met hem opgestaan. En omdat ik dan mogen komen, enigszins tot wederopstanding der doden. Dat is een geestelijke opstanding. De kracht van de opstanding in mijn dagelijks leven. Nou, dus het onderwerp was waarom iedereen Gods woord kan begrijpen. Nou, dat weten we. We hebben Gods geest nodig. En dan ook het woord en waar terecht snijden met apostel Paulus. Maar ook heb ik het instrument gekregen om het ook te gehoorzamen. En dat is iets geweldigs, dat je dat nu kan. Dat je de zonde in jou kan overwinnen. En weet je, dus ja, voor Paulus hadden ze hier allemaal helemaal geen weet van. Dat is absoluut niet. Bij Paulus lezen we, zijn zeer bevoorrecht dat wij dit hebben, dat wij dit weten. Dus begrijpen, ja, het is de Bijbel lezen, het is het dan ook verstaan en dan ook gehoorzamen. Dat kunnen wij nu doen. En dat is heel bijzonder. En zeker als je ervaren hebt hoe het was. Je hebt het net over verteld. En dat hebben wij allemaal in die ervaring. En dat we ons echt mogen verblijden. We kunnen allemaal kijken naar wat we niet hebben. Maar Paulus zegt wel, dankt God in alles. Als je dankbaar bent voor alles, dan valt alles wat je niet hebt, valt allemaal weg. Ja, dat is heel bijzonder. En als je dit leest ook, kan je alleen maar dankbaar voor worden. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel, Vader, dat wij ja, zo bevoorrecht zijn dat we dit weten. En dat u uw Bijbel hebt gegeven. We weten, dit is Gods woord. Het is geen vervalsing. En daarom is het ook dynamiet voor ons, Vader. Het sterkt ons in de inwendige mens, omdat u heeft ook laten zien, er is meer. Er is nu een genadetijd. En Paulus die verkondigt dat. En u hebt hem het evangelie gegeven. We hebben begrip in het plan. Maar niet alleen dat. U sterkt ons ook dagelijks weer. Elke keer weer. Zodat we tot uw eer en glorie kunnen leven. Wat we hiervoor niet konden. Dank u wel voor deze genade. In Christus naam. Amen. Goed. Ja, wil je zijn verhalen? Dan gaan we aansluiten nog een...